Nou, jumpen gaan we sowieso in de Street Fighter 6 review. Eventjes resumerend, Street Fighter 5 is alweer een aantal jaren geleden uitgekomen. En dat was niet helemaal een succes. Vrij kale singleplayer. Online werkte het allemaal niet heel erg tof. En de hardcore fans, ook uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. En blijven ze Street Fighter wel trouw. Maar het was geen goede beurt van Capcom. Nu is het Street Fighter 6. Steven en Koos zijn ermee aan de slag geweest. En ze hadden wel even wat goed te maken, Steven. Ja, maar je zei het zelf al. Dat is natuurlijk wel goed gekomen met heel veel updates en nieuwe content. Ja. De release was inderdaad gewoon een beetje kaal. En mensen waren niet heel erg enthousiast. Het kwam ook mede omdat Street Fighter 4 echt een enorm succes was. Want dat was eigenlijk... Revival? Ja, dat was weet je, de terugkeer... Na 1, 2 en 3, die natuurlijk ook gewoon de traditionele grafische stijl hadden. Street Fighter 4, traditionele gameplay, moderne graphics. Ja, dus daar zat ook wel wat op te volgen. En kale release kwam inderdaad goed. Maar ik denk dat ze wel heel goed hebben gekeken inderdaad naar alle kritiek. Want met 6 nu hebben ze... Eigenlijk alles waar we nu naar refereren, hebben ze met de release al compleet anders gedaan. Want het zit redelijk vol met alles wat je wilt. Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel het belangrijkste onderdeel gaat worden. Want het is best wel anders, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, nogmaals, traditionele Street Fighter fans die denken nu... Oh fuck, hebben ze alles weggegooid? Nee, je kunt nog steeds gewoon online, ranked, al dat soort shit zit erin. Maar ze hebben wel wat gedaan... Met bijvoorbeeld de singleplayer. Er is natuurlijk gewoon een deel van de Street Fighter fans die het leuk vinden om gewoon niet per se tegen online rank te spelen. Want ik vind dat... Het is wel de minderheid hoor. Want de basis van een fighting game is toch wel echt gewoon multiplayer. Dat is waar, maar... Is het niet zo dat bijvoorbeeld... Ik vind het een heel moeilijk genre. Ik vind het een leuk genre. Maar als tegen jou speel, dan denk ik al na één potje... Laat maar, weet je. Datzelfde geldt voor mij, hoor. Het is En dat heb ik ook weer met mensen die heel serieus spelen. Exact, want ik zit ook, weet je... Weer. Maar er is vaak niet zoveel anders, weet je. Heel vaak is dan de single player is een beetje lame. Dat je je werkt de hele reeks af en dan ben je klaar. En dan denk ik van, ja, ik leer er niet van. En volgens mij heeft Capcom nu wel geprobeerd... Ja. Om iets te maken waardoor je toch een hele leuke singleplayer ervaring kan krijgen. En spelende wijs leert hoe bepaalde moves werken. En dan misschien jou de mogelijkheid geven om online te gaan. Ja, ze doen dat wel echt heel slim. Ze hebben die game opgebroken in 3 onderdelen. Mm-hmm. Dat is Fight Ground, geloof ik, heet het. Battle Hub en World Tour. Yep. En de World Tour, dat is de singleplayer ervaring waar je net naar refereerde. Heel veel gemengde gevoelens over World Tour. Want, laat ik het zo zeggen. Wanneer je het op het oog ziet, World Tour, dan denk je... Wat is dit voor rare Yakuza rip-off met Dreamcast graphics ook, hoe het eruit ziet. En dan vooral wanneer je in de Resolution Mode speelt. Die bij normale battles gewoon standaard 60 fps is. Ook in de open world is die 60 fps. Mm-hmm. Maar zodra je hier in World Tour dan gaat vechten tegen normale voorbijgangers. Want dat is waar je ook tegen vecht. Dan draait hij op 30 fps, wat echt niet te doen is voor deze game. Je kan hem wel op performance mode zetten natuurlijk. Kijk, fighting games hebben wel vaker dit soort modes erin gedaan. Tekken heeft dat gehad. Die had ook gewoon een side-scrolling mode. Soul Calibur experimenteert vaak met een uitgebreidere... Een open world map op een gegeven moment ook, ja. En wat ze nu hebben gedaan met Street Fighter. Dit is Metro City, bekend uit Final Fight. Mm-hmm. Natuurlijk de grote populaire beat-em-up van Capcom. En je loopt hier rond. Heb je jezelf nagemaakt, Koos? Dat ben jij? Ja, spreek het, toch? Je speelt met een avatar. Dat hoef je niet eens te vragen. Je speelt met een avatar, dus je speelt niet met zeg maar Ryu of dat soort. Die kom je tegen, maar je begint hier met een avatar. Ja. Ja. En er is ook echt een hele uitgebreide character creator, dus je kan wel echt helemaal losgaan en zo gek gaan als dat je zelf wil. Ja, en niet alleen het uiterlijk, maar je kan dus ook een soort van Frankenstein maken van alle moves van alle characters. Mm-hmm. Ja. En dat is best wel een alleen al een bizar, maar wel heel erg fun element in zo'n singleplayer mode van Street Fighter. Want je kan opeens kan je de charge moves van een Chun-Li kan je combineren met
de Shoto moves van een Ryu of Ken. Dus ja. Dingen die normaal compleet gescheiden zijn. En weet je, de verschillende archetypen van special moves die je hebt in deze serie. Mm-hmm. Die kan je nu opeens combineren. Dus het is weird, maar het is... Wel leuk op een weirde manier. Ja, maar dat bedoel ik van. Het heeft zoveel highs en lows dit. Want ik begon heel even met de lows in die World Tour. Maar inderdaad, zeg maar de basisprincipes. Weet je, ga lekker vechten, ga XP verdienen. Vervolgens kom je al die legendes uit de Street Fighter serie kom je tegen in die open wereldje. Je kan ook naar andere landen reizen natuurlijk. En eigenlijk ga je een soort van in de leer bij die oude legendes. Dan kan je die fighting stance overnemen. Die hebben we allemaal ook weer een skill tree die je kan uitbouwen. En vervolgens kan je zo'n Frankenstein monster maken die veel te OP is. Die normaliter nooit in zo in de game zou gaan zitten. Maar wel heel erg vet is om mee te spelen. Ik bedoel, je kan er natuurlijk ook niks mee doen buiten die mode. En terecht. Want weet je, als je daar online mee zou kunnen gaan, dan succes met balancing. Ja. Maar we moeten ook niet vergeten, wat mij betreft, dit is allemaal een extra. Mm-hmm. Dus dat het leuk is op een weirde manier, is al goed genoeg. Voor mij is dit, weet je, iets waar jij bent hier niet mee aan... Ja, kijk, je moet het natuurlijk testen, maar is dit zo van... Oké, je hebt het nu getest, weet je wel. Die gaat het absoluut spelen, maar het is niet de bulk van de game. En zeker niet als je dit echt serieus gaat spelen. En dat is ook niet wat ik doe. Maar je hebt natuurlijk die gasten die, weet je, dit is gewoon wat ze de komende jaren spelen. Ja. En die gaan naar een hoger niveau, die ascenden naar... Nou, ik zal heel eerlijk zijn, ik vond het leuker dan dat ik dacht. Is het ook. Maar het blijft, het is ook niet alleen maar een extra, omdat het niet goed genoeg is. Maar, weet je, ja, wat ik zeg, Street Fighter en al dit soort fighting games, het gaat gewoon om de multiplayer. Ja. 99%. Maar daar heb je dus twee opties van. Want je hebt natuurlijk die World Tour waar je eigen character hebt en alles erop en eraan. Dan heb je de Battle Hub waar je die character in kan meenemen. Maar dat vind ik een hele goede mix. Waar je toch iets van een nieuw element hebt. Waar je met je avatar naartoe kan. Ja. Maar het draait om de multiplayer. Want je gaat hier naartoe en iedereen loopt hier rond met zijn avatar. En je gaat achter je arcade machine zitten. Je gaat achteraan sluiten in een rij voor een arcade machine. Want misschien zit er iemand tegen wie je heel graag wil spelen. Een bekende of een hele goede speler. Ja, ik vind het superleuk bedacht. Dit is awesome. Ze zijn heel erg ze hebben heel erg gedacht aan het social gedeelte. Dus inderdaad, met name deze Battle Hub. Je kunt foto's maken, die kun je weer uploaden. Je kunt inderdaad ook kijken naar andere matches. Je denkt van, hey, deze gast, die ken ik, weet je, ik wil even checken. Dan kun je eens een wedstrijd zien. Dit is duidelijk dat Capcom... Kijk, er is natuurlijk een hele grote strijd. Hè? Laten we eerlijk zijn, dit jaar... Ik weet niet of het binnen een jaar tijd krijgen. Ik weet wat je gaat zeggen en ik ben het er nu niet meer eens. Jaar, ja. Nou, we krijgen Street Fighter, we krijgen Mortal Kombat en misschien met een beetje Tekken erachter ook aan. Dus dit is best heftig. Ja. We hebben heel lang niet zoveel gehad en nu krijgen ze drie nu achter elkaar. Nu trap je de purist op zijn ziel, hoor. Nou, het enige waarom ik het er al bij voorbaat niet mee eens was. Ja, nee, kom maar op. Nou ja, omdat Mortal Kombat is voor mij toch net... en ik weet, hij wordt super goed gespeeld. En ik vind het super cool dat hij... Ik heb 1, 2 en 3 ook helemaal gespeeld. Het is de meest gekochte Street Fighter. De meest gekochte fighting game. Ja, nee, ja. Ik snap dat het populairder is. Maar voor mij, weet je, zit het bij die Japanse hoek. Maar ik ben heel benieuwd of dat... misschien wel meer dan ik denk. Of dat van elkaar cannibaliseert qua doelgroep. Mm-hmm. Omdat het toch wel echt heel anders is. En het zou gaan verschillen bij de mainstream. De mainstream kiest er één van die titels. Ja, dat ben ik met je eens. En dan zitten ze heel erg niet bij elkaar in het vaarwater. Want daar wilde ik het ook nog wel even kort over hebben. Maar waar Mortal Kombat bijvoorbeeld... alleen maar die double down op de gore, weet je. Met wat ze nu met die remake van 1 doen. Ja, ja. Weet je, het is gewoon van, we waren al over de top. Hoe kunnen we er nog een schepje bovenop doen? Nou, ik vind dat ze dus niet gek genoeg over de top gaan. Ik vond in één keer die trailer die ze releaseden van Mortal Kombat 1... veel te serieus, man. Die shit moet zo goofy en gek zijn. Ja, ik vond hij was niet flauw. Weet je, dat zit er wel heftige shit in, hoor. Maar ik bedoel, dat moet iets campies hebben. En dat had het niet. Het nam zichzelf net iets te serieus. Maar dat is een andere game. Kijk, en zij zijn heel erg... Het is puur subjectief. Het is geen kritiek op de game. Maar zij zijn heel erg een beetje weet je, wat je nu veel ziet. Weet je, Splatoon. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk, man. Marathon, die doet dat ook. Weet je, die nieuwe Bungie game met die kleuren.
En zij doen dat ook. En waar je met vier een paar van die breakers had, dat was nog met zwart-wit streepeffecten. Mm-hmm. Er zitten nu heel veel felgekleurde verfsplashes in op een aantal van de basis moves die iedere character heeft. En weet je, zo'n Kimberly, een nieuwe character, die heeft ook een special met allemaal spuitbussen. Dus het is echt ze proberen het overduidelijk ook een nieuw publiek aan te spreken bij deze game. Mijn oorspronkelijk punt was, voordat we daar verder over kunnen hebben. Wat dat betreft zitten Street Fighter 6 en Mortal Kombat 1 Remake redelijk ver bij elkaar te buren. Ja, het is totaal stilistisch. Ja. Wat ik zeg, het is puur subjectief. Het sowieso, weet je, ze hebben een soort van streetwear martial arts stijltje gaande, waar van mij mag het zo traditioneel mogelijk, weet je, daarom vind ik, weet je, de... Maar ik denk wel dat het gaat heel goed met Capcom. Capcom doet de laatste tijd met hun games doen het echt heel goed. En ik heb het idee dat ze nu wel, ze willen proberen om Street Fighter, wat gewoon een hele grote groep hardcore fans heeft, om die daar buiten te krijgen. Weet je wel? Dus inderdaad, met social media. Ze snappen nu van hoe meer mensen fotootjes gaan uploaden, hoe meer mensen gaan streamen, al dat soort dingen, hoe meer mensen ermee in aanraking komen. Dus dat betekent dat we moeten appelleren aan iets minder hardcore doelgroep. Nou, daar hebben we dus een aantal modes voor gemaakt. Daar zijn misschien wat andere kleurstellingen. Maar die mag ze nooit kwijtraken, want dat is wel de basis van alles. Exact. En dat is altijd die balans. Ik denk ook dat ze dat niet doen, hoor. Nee. Want weet je, in essentie... Ik heb het er moeilijk mee, hoor. Met de stijl? Ja, heel erg. Ik bedoel, we zagen net al, ik had ook wel wat clipjes aan elkaar geknoopt hier. Zeg maar, alleen al die introductie van die Battle Hub, weet je wel. Die ik weet niet of het een gast is of een vrouw. Dat is de point, denk ik. Ja, I know, maar met een roze microfoontje, met een vlinder dasje erop. En dus, weet je. Ja, daar heb ik nog niet eens zo heel veel moeite mee. Het is meer dat ik, weet je, mijn Drunken Master niet met een crop top wil. Maar dat is volledig persoonlijk. Ik vind het niet kut dat het erin zit. Ik vind het cool dat ze doen, want ik weet je, ook al gaat het aan, maar dat is een hele andere discussie, gaat het op sommige gebieden gaat het veel te ver met mensen laten wennen aan alles. Maar ik ben wel helemaal voor, weet je, het moderniseren van een heleboel concepten en archetypes en noem het allemaal maar op. Wat ik al zei, het is puur subjectief. Weet je? Ja, is het ook, ik hou gewoon van een traditionele martial arts styled Drunken Master. Maar dat had ik al de hele tijd, weet je. Maar dat is wat ze doen. Ik zie Ken en Ryu ook gewoon het liefst in de originele outfit. Niet, ik ben blij dat Ken nu, want dat is mijn character, begint in iets wat ik standaard al beter vind dan in de vorige. Die is redelijk toned down, ook zeker vergeleken met de rest van het roster, hoor. Ja, maar inderdaad, dus die komt er goed vanaf. Ja. Maar nogmaals, dat is subjectief, dus daar hoeven we niet te lang bij stil te staan. Nee, maar kijk, al die zuurstokkleurtjes in de overlays en ook dan in de cutscenes die je bijvoorbeeld gaat zien wanneer je arcade mode doet. Het cringe level is zo ontzettend hoog. En het doet me pijn, want de game is zo goed. De game is zo fucking goed. En het speelt zo heerlijk. En het is echt... Kijk, daar had je wat van die kleureffecten wat ik bedoel. Het is... Weet je, niet eens met die specials, hoor. Dit is fijn. Dit is gewoon hoe het hoort. Maar het zijn echt die roze, die neons, platoon kleuren splashes die voor mij niet hadden gehoeven. Maar wat jij al zegt, dat is toch uiteindelijk, weet je, en daarom bedoelde ik ook, ik denk niet dat ze de hardcore groep verliezen. De core gameplay is zo goed. Ja, ze hebben zeker weten. Ze hebben echt, weet je, die balans en... als je nu al ziet, want weet je, ik ga ook altijd goed kijken naar, weet je, de echte pro-matches. Want dan zie je gewoon wat een beetje de trends zijn qua moves en combo's. En er gebeuren nu alweer zulke ridiculous dingen. Dat, weet je, dus je kan zo diep gaan. Dus... Maar daar kan ik ook echt niet op haten. Het is echt die stijl wat voor mij persoonlijk... Ik heb daar zo'n enorme afkeer van. En dan denk ik van... Ja, wie is je doelgroep nu? Wil je nu nieuwe mensen aanspreken? Want ik ben inderdaad wat meer van de oude stempel. Ik ben begonnen met Street Fighter 2 ooit, weet je. Ik heb heel veel verschillende games in die tussentijd ook gespeeld nog. Street Fighter 4 vond ik een geweldige revival. Ja. Geweldig grafische stijl vond ik dat ook. En 5 borduurde daar een beetje op voort. Deze, ik vind het echt een stap achteruit. En ook grafisch vind ik de game niet zo heel erg mooi. Ik vind de stages niet zo heel erg mooi. Ik vind de player models vind ik niet heel erg tof. True, allemaal subjectief, allemaal persoonlijke smaak. Maar het is wel iets wat mij toch een beetje plezier uit de game haalt voor me. Ja, nou ja, het is grafisch misschien niet een
een mijlpaal, maar gewoon de normale character modes of de character models en de niet dus de World Tour backgrounds, maar de... Nee, ik bedoel, World Tour is wel de extra lelijk ten opzichte van de normale stages. Maar ik vind het allemaal gewoon goed uitzien. En bij mij is het wel, weet je, ik vind gewoon de characters die ik tof vind qua stijl. Het is jammer dat er gewoon niet veel nieuw wordt gemaakt, want veel van de nieuwe characters zijn in die moderne stijl. Dus daar is het zelden iets voor mij bij. Ik speel ook voornamelijk met de classic roster. Ja, dat is. Maar weet je, dat is er. Er komen altijd outfits te unlocken die ik cool vind. Er komen nog heel veel character updates bij. Ze hebben de eerste al aangekondigd. En dat is wel altijd een ding, weet je. Als je bijvoorbeeld een Akuma-speler bent, ja, dan moet je wachten tot spring 2024. Dat zijn allemaal wel standaard dingen. Niet iedereen zal daar even blij mee zijn. Nee. Dat is wel een aspect waar ik later nog even op terug wil komen. Want er is namelijk nog een soort van handreiking volgens mij gedaan naar de wat meer casual speler of de intrader. En dat is inderdaad... wat maakt fighting games moeilijk is vaak als je die speciale moves eruit wil gooien, dan moet je even kijken, de kruisje druk, weet je wel, ik haak daarmee af. En nu hebben ze een iets andere methode, eigenlijk maar één of twee knoppen en dan met je richting kun je het aangeven. Ze hebben drie fighting styles, zeg maar. Okay. Je hebt zeg maar de classic, en dat is inderdaad gewoon de combo's maken door ja, gewoon in ingewikkelde knoppencombinaties aan elkaar te rijgen. En als je net zo oud als ons bent, dan dat is hoe je daarmee bent opgegroeid. Met vrijwel iedere fighting game. Ik ben blij dat ik even naar jouw leeftijd mag beneden afgerond worden. En je hebt nu een moderne control scheme. Ja. En dat is denk ik echt voor beginners echt een toffe manier om de game te leren kennen. En dat is inderdaad gewoon eigenlijk alle special moves zitten onder driehoekje. En in combinatie met welke kant je opdrukt met de D-pad, doet hij een bepaalde move. Marvel vs. Capcom had dat ook al, weet je, een versimpelde control scheme. Het staat, mocht je online tegen die... Het staat bovenin, staat dus net zoals bij wijze van spreken bij Call of Duty, staat dan van die speelt met PC, die speelt met PlayStation, staat van deze speelt met deze knoppen, weet je wel, deze manier van vechten en die speelt met deze manier van vechten. Wat ik lees is dat, de puristen zullen dit nooit gebruiken, die verfoeien dit, maar tuurlijk. Dat het niet doorslaat. Het is niet zo als je alleen maar dat gebruikt dat je gaat winnen Nee, totaal niet. Ja. Ik wou zeggen, de control scheme is versimpeld, wat zeg maar de drempel gewoon verlaagt. Ja. Het maakt het niet minder strategisch of tactisch of wat dan ook, want je moet nog steeds op elkaar reageren, je kan elkaar nog steeds counteren. Dus het maakt de controls wat simpel en het maakt de moveset ook simpeler, want je kan ook gewoon minder moves doen daardoor. Dat moet je ook wel in oogschouw nemen. Ja. Maar het is nog steeds net zo uitdagend. Ja. Wat vind jij? Jij bent de purist. Mag dit? Ja. Het is bijna een beetje van een moeilijkheidsgraad bij From Software Games. Of vind je dat wel van andere orde? Nou, nee. Omdat je dan... Dat moeilijkheidsgraad ben je nog wel dezelfde game aan het spelen. En nu mis je gewoon alle intricacies en diepere lagen van hoe tof het is om die timing van... weet je, dit zijn framerate games, weet je, om alles precies aan elkaar te chainen. Maar wat jij net al zei, als dat, weet je, betekent dat er nieuwe mensen worden gewonnen voor het fighting game genre. Want wat je nu zei net, er komen dan drie grote releases aan. Ja, weet je, we hebben ook jaren gehad dat er bijna niks uitkwam. Nee, zeker. Er zijn bepaalde series die zie je minder vaak terugkomen nu. Het fighting game genre is, wat dat betreft, maar daar hebben we het al door de jaren heen vaak over gehad bij reviews van de games die wel uitkwamen. Het is een gek genre qua, het is enorm populair. Ik vind het nog steeds de allervetste e-sport game qua genre. En de community vind ik het leukst. Maar er zijn echt een hele grote groep diehard spelers. Ja. En zeker wanneer je nu met zo'n 6 gewoon een nieuw doelgroep wil aanspreken. Gewoon toch een nieuwe benchmark ook wil zetten. Er moet opvolging komen. Dus, Maar er moet opvolging komen. Maar ja, je kan niet zomaar nieuwe spelers gewoon hier in deze pool gooien. En verwachten dat ze het op kunnen nemen tegen die mensen die al een hele leven deze game spelen. Dus ik vind het een goede gulden middenweg. Ik vind het cool dat er is, maar het moet inderdaad wel een incentive zijn om over te stappen. Maar de game doet dat ook. Zeg maar, je stapt in en je doet het met de modern controls, kan ik me voorstellen als dit helemaal nieuw voor je is. Je stapt in,
En vervolgens die game, zeker wanneer je de World Tour gaat spelen, of zeker wanneer je de character guides gaat spelen en de training modes, want die zijn allemaal zeer uitgebreid. Dan nemen ze je rustig aan het handje en laten ze je zien hoe alles werkt op een gegeven manier. En dan, het is een rabbit hole die je ingaat. Maar je moet ergens kunnen beginnen. En daar begin je. En er zitten enorm uitgebreide tutorial modes in. Ook om alle combo's te leren. Ja. Dus je hoeft niet zelf te bedenken hoe je alles kan chainen. Gewoon een aantal van de basis. Ja, de basisprincipes van hoe je bepaalde kleine attacks unblockable kan linken aan een paar specials. Dus iedere character heeft een paar van die standaard combo's. Die leer je daar gewoon. Ja. Ja, de bedoeling is natuurlijk dat mensen op deze manier instappen en dat daar een heel klein percentage of een percentage van op een gegeven moment denkt, oké, ik vind het echt heel leuk, maar als ik nu online ga spelen, verlies ik toch eigenlijk toch wel vrij vaak nog. Ik kom al in de buurt, maar ik verlies toch net even van die jongens die andere knoppencombinatie gebruiken. Ik ga dat ook proberen. En dat is natuurlijk mooi, van dat je het openstelt voor iedereen. Maar dat tast niet aan het feit van als je het echt wil kunnen, dan zul je toch echt gewoon. Maar die wordt er voorgehouden. Want je hebt gewoon niet alle moves die je kan gebruiken. Als je wel de classic controls zou gaan gebruiken. Vervolgens heb je trouwens ook nog dynamic controls. En dat is gewoon echt voor kinderen. Als je wil instappen en die hebben geen idee wat te doen. Alleen maar button mashen. En dan kiest de computer zelf wel welke moves ze eruit gooien. Dus ja. Ja, en er zit ook een nieuwe super move of zoiets. Ja. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe die heet. De drive, ja, inderdaad. Ja. Hoe zit dat dan? Want dat is waar ook heel veel mensen, daar was in het voortraject, weet je, ja, dan helemaal niks naar buiten. Nee. Ik bedoel, nu heeft het een andere naam. Ja. Overdrive, dat zijn de EX moves eigenlijk. En je had al parries en counters en dat soort dingen. En nu heb je dat eigenlijk weer. Je kan het met heavy doen of met de middle attack button samen. Je kan het als een gewone counter gebruiken, maar ook in één keer een counter met een aanval. Ja. Dat zat er eigenlijk al in. En dat is een soort van laag die iedere character heeft. Dus los van alle character exclusive moves, is dat gewoon een basis gameplay mechanic. Daar heeft iedereen toegang tot. Ja, je ziet iets van 5 groene balkjes onder je vitality balk, zeg maar. Ja, ja, en het is iets wat het gewoon wat dynamischer maakt. Omdat de oude Street Fighter flow van zo'n gevecht is heel erg pingpong. Mm-hmm. En dit is gewoon een tool om dat te doorbreken. Want je kan op verschillende manieren counteren en aanvallen opvangen. En niet alleen maar blokken of ontwijken of eerder aanvallen. Want daardoor wordt het een beetje een wat geweldig was, want dat is waar heel Street Fighter 2 eigenlijk op heeft gedraaid. Ja. Maar dan wordt het echt zo'n back and forth tussen. Maar de angst is natuurlijk altijd balans. Hè? Ik bedoel, het is, als je het goed gebruikt, is het een killer. Maar je kunt ook heel snel burned out raken. En dan heb je echt een probleem. Ja, nou, maar ook hier is tactiek. Ja, maar het leert je vooral kijken naar de moves van je tegenstander. Mm-hmm. Want al die drive moves, die worden hevig gecommuniceerd door al die, weet je, dat de kleurtjes. Ja. De kleurtjes in beeld. En die geef je net genoeg tijd om daar net nog op te reageren. En dan kan je of een perfecte counter uitvoeren of een tegenaanval. En het is echt, dat werkt goed. Even naar 1 of 2 heikele punten. Het eerste heikele punt is, en dat is altijd vervelend dat ze dat eigenlijk nooit in de review echt al naar buiten brengen, is er komen een soort van season passes. En het lijkt erop dat het toch in-game currency gaat komen, waarmee je weer customization. Je weet het allemaal niet. Hè? Ik vind het heel vervelend dat developers daar net niet genoeg open over zijn. Nou, het zijn niet, denk ik, de developers. De ja, precies. Nou, oké, goed. De spreadsheet maffia van de publishers. Want nou, we hebben het al met Gran Turismo gehad. Super enthousiast erover. Vervolgens komen ze met iets. Ja. Nee, wat erg. Wat denk jij? Zie jij mogelijkheden om te monetizen, zeker weten? Ja. Ja, die zijn er zeker, ja. Waar moet kijk, het feit dat bij wijze van spreken dat je voor Rio straks allemaal verschillende uniformpjes kan, dat is niet zo'n probleem. Het gaat echt om pay to win. Denk jij dat ze die stap durft te nemen? Nee, of? Dat lijkt me niet.
Ja, je weet het hoe zie je pay to win dan? Nou, je kan natuurlijk, zeker in de World Tour, dan kan je kledingstukken maken. En die kledingstukken die boosten en buffen een aantal van je stats. Dus er ligt ruimte voor, laat ik het zo zeggen. Oké, maar laat ik het zo zeggen. Dat lijkt me zo obviously een hele slechte keus om de grens tussen die... Welkom in de games industrie. Nee, maar kijk, luister. Die Forza e-sports titel. Die fighting games. Ja. Hey. De balans zonder stats en items met stats en multipliers toe te voegen is al zo gevoelig. Mm-hmm. Ik denk dat zo'n developer die expert is in het maken van een fighting game waar twee personages in één ring zitten, geen andere elementen. En dat is al gewoon een enorme kluif om te balanceren. Ik denk dat zij geen haar op hun hoofd dat ze daar iets gaan toevoegen wat die balans... Want dan kunnen ze niet meer balanceren. Want je kan niet meer balanceren op Ryu als de één speelt met Ryu met een hoofdband die... I know, maar Shoryuken sterker maakt. Ik heb al genoeg dingen gezien waarvan ik denk dat is krankzinnig. Dat bedenk je toch niet en dan komt het toch... Maar dat zou inderdaad bad shit insane zijn en dan verpesten ze de hele shit zo. Is nou niet het geval, hè? Dus we zijn slechts aan het speculeren. Mij lijkt me dat niet aan de hand. Heb je ook iets wat heel veel Street Fighter puristen heel erg tegen de borst uit. Is natuurlijk van, je hebt een roster en niet iedereen zit daarin. Ja. En dan moet je op een gegeven moment gaan... Ja, precies. En als jouw character in zit, you're fine with it. Weet je? Maar als jouw character niet in zit, dan weet je dit. Fuck, dan moet ik nog een keer voor gaan betalen. Vind je dat... Vroeger was dat vroeger ook al zo. Ja, dan heb ik het echt over de oude tijden. Dat kreeg je toch in één keer alles. Ja? Want nou ja, nee, dat was inderdaad niet zo dat er opeens, weet je, vier personages later kwamen. Ja. Maar het kon wel zo zijn, tenzij je met de main gezichten speelde. Maar het kon zijn dat van het een naar het andere deel jouw personage er niet in zat. Want het roster werd nooit 100% overgenomen. Mm-hmm. En Ken en Ryu, ja, weet je, die gaan er altijd in zitten. Ja. Ja, dat zijn mijn favorieten ook. Dus ik ben altijd goed. Ja, nee, maar ik had het wel met Street Fighter 4. Daar speelde ik met Gouken. Ja. Bye. Doei. Ja. Er zitten nu ook wel wat keuzes bij. Ik noemde het net al. Weet je, Akuma is echt een main character geworden. Mm-hmm. En dat is voor een heleboel spelers is dat hun character. En die gaan we dit jaar niet zien nog. Nee, maar dat is toch logisch, want daar kun je geld aan verdienen door hem later te laten komen. Ja, maar ja, goed. Zakelijk gezien, hè? Advocaat van de duivel. Maar ik zeg niet dat hij op gelijke voet staat met Ken en Ryu. Nee. Maar dat is een goede, ja. Het is een thin line. En dat is dan wel een character waarvan ik zoiets heb van, ja, die had er misschien wel gewoon in moeten zitten. Ja. Daar laat je wel echt een deel van je hardcore community even een beetje vallen. Dan tot slot hebben we natuurlijk ook als heikel punt. Kijk, fighting games speel je in de arcade. Fighting games speel je eigenlijk thuis tegen elkaar op de bank. Met een kratje bier of kratje fris erbij. Maar er is natuurlijk ook een online functionaliteit. Nou, daar is Street Fighter 5 gigantisch mee op de bek gegaan. Capcom heeft niet echt een waanzinnige reputatie als het gaat om servers en dat soort dingen. Hebben jullie online gespeeld tegen andere mensen? Ja. Ja, geen probleem. Nee. Sterker nog, flawless. Flawless. Ja. Maar goed. Netcode. Ja, lijkt echt geoptimaliseerd. Ja? Ja, absoluut. Denk jij, want jullie zijn natuurlijk nu met media en influencers en weet ik allemaal, de happy few, weet je wel. Laten we zeggen dat het er 5.000 zijn wereldwijd. Street Fighter verkoopt altijd wel 1 miljoen, 2 miljoen, misschien wel meer. Weet je wel, als die mensen allemaal online gaan. Ja. Ja, dat weten we niet. Nee. Dat moeten we altijd natuurlijk afwachten. Maar ja. de eerste tekenen die zijn in ieder geval veelbelovend. En ze hebben natuurlijk, zoals je ook zei, wel echt enorm geleerd van Street Fighter 5 ook natuurlijk. Ja. Dat zie je vrijwel in alles. In hoe breed deze game is en wat het allemaal aanbiedt. En ook dat het een nieuw publiek wil aansnijden. Maar ook zeker de online problemen die er waren. Ja. De balans, Steven. Ja... Ik speel sowieso niet op het niveau dat ik tegen muren aanloop. Ze doen dit trucje al zo lang. Ja. Ik bedoel, er gaat nog genoeg gefine-tuned worden. Maar alle characters zien er goed uit, weet je. En het was ook al gedurende die hele periode. Want wat ik zeg, ik kijk altijd graag die matches van gewoon grote namen die ermee losgaan.
heeft Capcom natuurlijk ook nodig om te balanceren. Want het, dat doen ze niet met spelers van mijn niveau. Maar dan moet je natuurlijk... En dan gaat er maanden overheen natuurlijk. Precies, maar als je daar ging kijken... dan was het iedere keer van... nou, weet je, Beasley, puntje, puntje speler. Omdat er iemand supergoed was met die character. Maar dat heb ik eigenlijk met iedereen langs zien komen. Ja. Weet je, dus het is niet zo van... je moet met die twee, want dat zijn de allersterk. Je kan met letterlijk met iedereen winnen. Ja. Dus ik denk dat dat wel een teken is dat die balans heel erg goed zit. Ja, want ik las een review van een gast en die zei eigenlijk van... eigenlijk is het waanzin om zo'n game na een week te reviewen. Weet je, met een week spelen. Ik bedoel, vaak weet je pas na 1-2 jaar... Absoluut. Wat exact... de balans is van zo'n game. Maar dat zeggen we toch altijd met alles. Ik denk niet dat onze kijkers zo geduldig zijn. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel... Nee, maar dat is met alles wat we doen. Die MMO's. Ja. En weet ik van met Destiny wat we laten... Het is altijd zo van... ja, dit is je eerste indruk na... weet je... absoluut voor traditioneel videogame recensies... Maar kijk, heel lang is. Kijk, Destiny. Ik bedoel, als je die dag 1 zou reviewen... de allereerste Destiny. Ja. Kijk, het had zijn appeal, maar er was zoveel mis mee. Maar, ja, maar je zou toch zeggen, als die shit in Street Fighter 4 goed is, dan zet je dat er gewoon over, weet je. En dan animeer je het misschien iets anders. Maar of is het elke keer toch weer vanaf scratch beginnen voor een developer? Vanaf scratch is een groot woord, maar... Kan het zijn dat bijvoorbeeld een Ken opeens net even, dat het toch net wat anders aanvoelt? Absoluut, ja. Ja. Ja, nee, het is echt wel compleet wat anders. In de timing, want wat ik zeg, het zijn framerate games. Dus er is niet veel voor nodig om het heel anders te laten voelen en om bepaalde combo's wel of niet meer te laten connecten. En, ja. Dus het zijn wat dat betreft wel echt andere games. Maar weet je, vroeger als je 10, 20 uur in een game stak voor een recensie, was dat gewoon heel veel. Ja. En er zijn gewoon games inderdaad waar je na een maand, na een half jaar, na een jaar... volledig de essentie begrijpt. En dat is een goed iets, want dat betekent dat er zoveel in zit om zoveel nuance en zoveel lagen om te ontdekken. Ik denk dat dat met Street Fighter 6 ook absoluut het geval gaat zijn. Ik denk dat dit als je kijkt naar de basis van 5 en dat het uiteindelijk ook gewoon lange tijd een community heeft gecreëerd. Ja. En die blijven ook gewoon nog bestaan hoor. Ja, tuurlijk, zeker. Nee, Street Fighter 4 blijft ook gewoon doorgaan. Nee, maar daarom. Maar ik denk dat... ik zie dit wel echt een ding worden. Inderdaad, ook wat je zei met alle dingen die erin zitten... om content creators een leuk platform te geven. En als dat is hoe je games meekrijgt... omdat je gewoon de grote YouTube en Twitch kanalen volgt... en weet ik veel wat. Ik zie dit wel een ding worden. Ja. Omdat de essentie is ook goed genoeg. Worden hier nog arcadekasten van gemaakt? Van zo'n editie? Of? Nou ja, je hoeft geen arcadekast meer te maken. Nee, maar ja, goed, zijn die generieke Blast kasten. Natuurlijk. Ja, dus, ja die ook in de Battle Hub zag staan. En trouwens, precies. Die, ja, in Blast hebben gestaan. In natuurlijk. Japan staat de arcade er vol mee natuurlijk. Ja, oké. De conclusie. Ik dacht, misschien is het een leuke conclusie. Want ik heb het idee wel dat de game even gameplay-wise gewoon solid in elkaar zit. Maar is dit, wetende dat er ook nog een Mortal Kombat aankomt en dan... binnen een jaar ook nog wel een Tekken. Is dit voor jou dat je nu al zegt van... oké, dit is voor mij gewoon de fighting game. Dit vind ik zo strak. Hier ga ik me in specialiseren. Of zeg je van, nou, ik weet het niet. Misschien is er toch nog ruimte voor die andere om dat toch ook even te checken. Vraag je dat aan mij? Oh. Ik begin met jou. Street Fighter was altijd mijn fighting game. Als ik eentje zou mogen kiezen, dan is dat 100% Street Fighter. Ik ben ermee opgegroeid en die characters die hebben zo'n indruk op mij gemaakt. Gewoon een classic roster, dus dat zal voor mij altijd heilig blijven. Ik heb wel hele grote moeite met deze artstijl. Maar als we het puur hebben over, over fighting, wat natuurlijk het genre van de game is. Ik denk dat dat er weinig overheen gaat nog. Oké. Okay. Ja, ik ben altijd Team Street Fighter geweest. En ik ga die Mortal Kombat absoluut spelen. Ik vind Tekken, daar heb ik ook weet je, 1, 2 en 3 en 4 zoveel tijd in gestoken. Maar daarna wel minder. En Street Fighter blijft voor mij met ieder deel... in ieder geval een game die ik in het begin... waar ik gewoon echt lekker in duik. En weet je, ik ben geen tournament speler. Ik speel niet 1, 2, 3, 4 jaar ononderbroken zo'n game. Maar het zal voor mij, tenzij er hele gekke dingen gebeuren, altijd Street Fighter zijn. Dus ook met oog op alles wat er komt. En wat ik al zei, subjectief is dit niet mijn stijl. Maar het stoort me minder
dan dat het co-stort. Maar dit is hem voor mij sowieso. Oké. Street Fighter 6, 2 juni ligt die in de winkels. De aftrap is gedaan voor het hele fighting season als het ware. Weet je wel, met die twee andere games die er ook nog aankomen. Ja, nou ja, goed. Hij ligt 2 juni in de winkels. Dus je kunt er je voordeel mee doen.